Klaas, de unieke, weer op tournee in ons land. Hier in Brugge voor 2500 moderne melomanen. 30 langspeelplaten op het repertoire. Speciale sound dankzij een toverachtige klankinstallatie. Als er één orkestleider een legende mag genoemd worden bij leven, dan is het wel James Last. 190 platen nu gemaakt, 80 miljoen verkocht. In april begint zijn afscheidstournee, maar vanmiddag was hij al even hier. En we hebben Marijn Devalck op hem afgestuurd, die alles weet van big bands. So, Mr. James Last, welcome in Belgium. Thank you very much. How do you feel? Oh, I feel very good. Yes? Yes. On this last tour? Last tour. Is that really? So it's the last tour, where I'm coming. It's the last tour, James' last tour. This, oh, that, I thought it was very the last tour, but no. Now he let me know when it's the last tour. You have already an incredible career. When did it start? Long time ago? When I was a baby, I started to sing. When you were, yeah? Yeah. Oh, it's long ago. Yeah. I think I was 15 years old. And made sure already the first arrangements for singers or so. You are mostly known because of your covers, but you are a composer too. Yeah. And one of your most famous compositions is this one. Applause. Applause. No, the applause. Ah. Featured in the movie Kill Bill. Yes. Director was Tarantino. Tarantino. How did he contact you? Just by phone. His office phone. You know, I hear this tape and I said that's okay. He said I like to have this for my movie. Yeah. And I made a song for a lonely shepherd. You know, a lonely shepherd sitting on a green grass at home, mm-hmm. and all the sheep around and dreaming. That was the idea. And then he talked to me the same music as yeah. blood. Okay. Not okay. I remember when I was a young man, James Last was some kind of other director of the group, always facing his audience. You were dancing, you were with interaction with the audience. It was something new. Yeah, when you come on stage, yeah. everything is prepared. Yeah. I write everything by myself. Yeah. And the rehearsals before. When I go on stage, I don't have to conduct. The musicians can count yeah. from one to four, to three to four, everything yes. by himself. Yeah. So, Mr. James Last, I wish you a lot of success with your last tour, and thanks for coming. Thank you very much. See you again. See you again. I okay. hope so. So, this was my first interview I ever did. Yeah? Fantastic. No. Marijn Devalck, goed gedaan. Hartelijk welkom. Hoe was het om met James Last te praten? Maar ik vind inderdaad voor iemand met fruitvliegen hersentjes dat ik dat niet slecht gedaan heb. Het was goed. Maar ja, het was toch wel even wennen. Ja. Ben je fan? Ik ken James Last van in mijn tienerjaren uiteraard. En zoals ik hem zei, was dus de man die een mijlpaal betekende in de stijl van dirigeren. Ja. Hij kende Francis B. en Mantovani ja. met de rug naar het publiek. Hij keerde zich gewoon om, liet zijn orkest voor wat het was en begon de interactie met het publiek. Was nieuw. Ja. Rick, jij bent liefhebber hè? Van James Last, heb ik begrepen? Absoluut niet. Ik ben totaal ooit... niet. Maar... je gelooft het niet, ik ben hippie geweest, dus echt lang haar. Zo... Enfin, heel lang. Net over de oren toen. En James Last was de personificatie van de bourgeoisie. Toen scheldwoord was fout eigenlijk. Ja? En dat was het behangpapiermuziek en afgrijselijk. Maar nu zie je, dat is een ras muzikant. Die gast is authentiek. Maar wij zetten ons af tegen die vreselijke James. Dat past er niet in op dat moment. Hij vertegenwoordigt onze ouders en zo. Ja, ja. Maar je bent ook een schitterend muzikant. Jij speelt trompet, je zingt. Je hebt de big band van de VRT waar je bij zingt. Je doet ondertussen ook nog chanson er ook nog eens bij. Chanson, voorstellingen.
dingen. Een bewonderenswaardige muziekcarrière al achter de rug. Misschien moeten we eens even kijken naar jou. We zien jou hier bezig als Marino Falco in 78. Het is nu. Fantastische lichtshow ook daarachter, jou. Nekka, als ik mij goed herinner. Nekka-nacht, ja. Marijn, wanneer wist jij, ik ga muzikant worden, ik ga zanger worden? Ik heb dat nooit geweten. Men heeft mij op een podium gezet in de kleuterklas. En ik was eigenlijk 7, 8 jaar. Toevallig zit ik hier nu in Café Corsari. De eerste man die ik heb geïmiteerd als kind was Tony Corsari. Allee. Alsjeblieft. Waarom zijn de bananenkrom dan? Ja, precies. Ah, ik kon dat helemaal nazingen zoals hij. Was dus een Brusselaar. Sprak een beetje met de gutturale re. Een beetje nasaal. En goed, ik weet nog, ik reisde door in verre streken. Steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Dat kwam er een beetje uit zijn neus. En dan, waarom zijn de bananen krom? Maar in 1996 was het, dan heb je een zwaar motorongeluk gehad. Ja. Jouw strottenhoofd was daarbij flink beschadigd. Ja. Hoe gaat het nu? Kan je nu terug alles aan met je stem? Je voelt nog een beetje de korrel op mijn stembanden. Dat is mooi. Dat kan je mooi noemen. Wel te zeggen, ik had best eerder eens kunnen in de prikkeldraad gaan. Na dat ongeluk heb ik 4 jaar niks meer kunnen zeggen, zingen. Dat is, ja. Maar de natuur herstelt zichzelf een beetje. Ik mis nog een octaaf. Ik ben ook mijn falsetstem kwijt. Dus dat is de vrouwenstem. Hoge toon. Veel nodig, maar, hè? Maar toch om eens een travestie te spelen en zo. Ja. Het kan altijd wel interessant zijn. Maar voor de zaken die ik zing, van jazz over chanson, over ook kleinkunst en zo, daar kan je doen met mijn stem. Ik kan er nog alle kanten. En ook om kapitein IJsbaard te spelen. En, ja. Want dat ga je nu doen. Eind maart kunnen we jou aan het werk zien in een nieuwe Piet Piraat show. Ja. Expeditie Noordpool. Ja. We zien jou hier aan het werk met een heel indrukwekkende baard. Ja, dat ben ik, ja. Hoe gaat het verhaal? Wel, het is het verhaal van een kapitein IJsbaard die niet kan lachen. Dus ik mag dus niet lachen. En op het moment dat we de slap lach krijgen, is dat heel vervelend op het podium. Maar goed, wij proberen dat toch ernstig te doen. Het verhaal is dat men mij moet doen lachen met de kinderen samen. Ja. En dat gaat maar alleen op één voorwaarde, dat die schatkist die ik in mijn kasteel heb, dat die open gaat. En hoe die open gaat, daar moet je komen voor kijken. Oké. Okay. Hoe is het om voor kinderen te spelen? Wel, ik wou het nog eens doen. Tijdens mijn opleiding aan het conservatorium liep ik simultaan ook mee als acteur in het Mechels Miniatuurtheater toen nog. Ja, ja. Wij speelden dag aan dag schoolvoorstellingen, 2 per dag soms, in alle culturele centra en andere zalen van het land. En toen Studio 100 mij opbelde om eens mee te spelen met Piet Piraat, heb ik blindelings ja gezegd, zonder het scenario te lezen. Maar ik weet ook, als je bij Studio 100 werkt, heb voor Megamindy, daar is een slechterik gespeeld en zo. Ik doe dat graag. Ik doe nog enkele dingen die ik graag speel. Ik heb met K3 dus de broer van Jacques Vermeijden gespeeld. Ja. Allemaal met veel plezier. En nu wou ik nog eens echt in een theaterzaal waar de kinderen begeesterd worden door die idolen van hen. Die Piet Piraat, die Steen, die Brokkenpap, dat zijn. Ja, de helden van televisie, ja. Hun helden. En het is mooi, het is fascinerend als ik die oogjes van die kinderen, die vedetten zie volgen. Dat is, Zeg jij en je eigen kleinkinderen, je hebt kleinkinderen. Ja. Komen die daar naar kijken? Wel, ze hadden het voordeel of kijken van. Kijken die naar de DVD of de herhaling van FC de Kampioen? Wel, maar het is moeilijk voor die kinderen. Moet rekenen, waarschijnlijk. Thuis kennen ze mij als papoe. Hè? Ja. Dat is een samentrekking van papi boer. Ik ben de opa van de boeren buiten. En daar zien ze mij gewoon, normaal. En dan af en toe kijken ze eens naar de kampioenen, dan zien ze bomen. Mm-hmm. Dan zien ze mij Annie spelen met een kaalkop. En dan zien ze mij dan de IJsbaard spelen met een baard tot op zijn voet. Ik vraag me af hoe dat in die hersentjes van een kind omgaat. Mijn kleindochter is vrij intelligent. En ik zeg altijd mijn prinsesje. Ik zei zo'n bepaalde dag, mijn prinsesje, nu ben je vandaag toch weer zo mooi. Ze kijkt zo, papoe,
Nu denk ik toch dat je een beetje Boma bent. Lief, hè? Ja, schoon, schoon. Maar mis je het? Mis je het soms om Boma te spelen, FC de Kampioenen? Nee, dat mis ik niet. Wel onze sfeer van 21 jaar die we onder collega's en vrienden hebben gehad. Niet enkel de collega's voor, maar ook achter de camera. Hè? Onze Winksters, kleesters en zo. Men vroeg aan de planning, als de kampioenen er zijn, zet mij op de planning, want wij werken graag in die sfeer van allemaal mensen onder elkaar, collega's onder elkaar. Dat was bij ons zo de troef. Hè? Ja. De film komt er nu aan. Hè? Ja? Veel moeite gekost, maar ben je blij dat het zover is? Ik ben blij voor de mensen die er veel tijd en energie hebben ingestoken. Ja? Je hebt natuurlijk door zo lang Balthazar Boma te zijn, raak je er ook waarschijnlijk moeilijk los van. Is het moeilijk om uit die huid te kruipen? Wel, ik ben een tijd 21 jaar de worst van Vlaanderen geweest. Maar het is zo dat ik toch wel het geluk gehad heb om eens flikken te doen, eens witsen, ook eens aspen en zo. Ik heb ook dan de musicals kunnen doen, Domino. Ik heb Boeing Boeing kunnen spelen. Zie je, ik was in het theater nog een beetje gevraagd en zo. Maar voor de mensen in de straat ben ik Boma. Maar de film komt er natuurlijk ook aan. Dat zal niet helpen. Roepen ze dan van... copain, tournée générale in de Pussycat, mijn gedacht. Van dat? Hij is goed, hè? Hij is eigenlijk wel goed, hè? Ja. Zou bij de stad dit kunnen zijn, mijn gedacht? Merci, copain, merci. We zitten hier precies in de Pussycat. Wat was daar? Excuseer. Je gaat voor ons zingen, hè, Marijn? Ja. Wil je alvast naar het podium gaan? Oh, ja. Neem het gerust mee. Ik ben heel benieuwd om jou dadelijk aan het werk te horen. We hebben even overwogen, Nico, om een lied van jou te nemen. Maar misschien achteraf... Een liedje van mij? Is er niet zo'n overdreven zangtalent in jou verloren gegaan. Dat was eigenlijk de... Dat was het debuut, denk ik, van Laura Lien. In Wevelgem. Ik had ze niet herkend, is dat wel. Dat was het eerste debuut, denk ik, aan de aankomstlijn van Wevelgem van Laura Lien. Maar ik weet dat nog, Laura Lien is eigenlijk gepromoot geweest door Mark Hoeken, Hans in het begin. En dat was in 2004, toen ik nog bij de toenmalige bodysoulploeg reed van Patrick Lefevre. En dat was, denk ik, met Laura Lien. Je hebt nog met Laura Lien gespeeld, wat een eer. Ik heb nog gezongen met Laura Lien op het podium. Ik heb ze gelanceerd. Ik heb ze gelanceerd. Nico, het is ook bijna zonde dat bij jouw debuut gewoon gebleven is. Ik heb gezongen met Laura Lien. Ja. Maar kijk, we hebben het risico niet durven nemen. En we hebben dus toch maar Marijn Devalck op ons podium gezet. Een echte zanger met het nummer Left My Heart in San Francisco. My heart in San Francisco. High on the hill it goes to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the golden sun will shine.